Goedemorgen. Goedemorgen vanuit Sweetie, zeer zonnig Suriname. Nog steeds Sweetie Suriname, wat mij betreft blijft dat. Ik ben nu aan de Limesgracht en ik heb zometeen, heeft het OM, een lezing wat betreft over, het gaat over kinderpornografie en zo. En dus ik denk, nou, aangezien dat we het van de week ook gisteren er ook over hebben gehad, laat mij er naartoe gaan. En ik kwam dus hier binnen en ik zag de moeders staan, vier moeders, die sinds 2022 bezig zijn met een case waar hun jonge kinderen van hun, de jongste is 6, seksueel misbruikt zijn geworden in een kinderdagverblijf. Dolphinsius heet het. En waar ze dus elke keer gaan naar de rechtbank om te luisteren wat er gebeurt. Het is 8 september 2022 toen een van de kinderen thuis vertelde. Toen zijn ze verder gaan vragen en nou bleek er iets van 11 jongens misbruikt te zijn. De jongeman is 21, zit al sinds september 2020 wel vast en heeft uiteindelijk wel bekend dat hij dat gedaan heeft. De moeders die zeggen steeds moeten ze erachteraan om te horen wanneer de rechtbank is. Ze waren dus nu aan de Wulvingstraat en toen hoorden ze nee, de rechtszaak gaat niet door. Dus zijn ze niet bij het Openbaar Ministerie gekomen aan de Limesgracht om te vragen of die, wanneer gaat dan de rechtszaak? Dat kunt u aan ons vertellen. Zij worden dus niet op de hoogte gehouden door het OM. In principe zijn zij wel belanghebbenden, omdat het om hun minderjarige kinderen gaat. Ik weet natuurlijk niet hoe dat juridisch werkt. Ze krijgen dus niet een bericht van dan en dan is de rechtszaak. Ze hebben nu wel gehoord dat het weer is in volgende maand februari. Ze willen weten wat zijn de bevindingen van de psychiater. Want die jongen is natuurlijk nog niet berecht. Ik stelde ze de vraag van, okay, hoe heb je het ontdekt? Hebben jullie bijvoorbeeld gezien dat jullie kinderen ontlasting hadden in hun broek? En zeiden ze ja. En dan zaten we achteraf, ga je dat beseffen? Want ja, toen dacht je van, ja, hij heeft gewoon gepoept in zijn broek. Oh, hij heeft een beetje rood in zijn poep. Nou, misschien iets, wat heeft hij gegeten? Dus zo zie je maar weer dat het zo belangrijk is om die informatie te geven aan die samenleving. Op scholen, in te huizen. Dat mensen weten, waar moet je op letten? Ook wanneer je kind bij anderen is geweest. Of wanneer je kind op een kinderdagverblijf is. Of op school. Dat je als ouder, als samenleving weet welke signalen er zijn. En ook om dat dan te herkennen. De moeders die blijven gaan. Ik heb gezegd, ik ben trots op jullie. Het zijn 5 moeders die altijd komen. Hebben ook een t-shirt dat ze met z'n allen dragen. Ze willen liever niet op beeld komen. En dat snap ik ook. Dat respecteer ik helemaal. Maar het feit dat ze niet opgeven. En die ene zei, ja, mijn zoon die zei... We spraken ergens over. Ze zeiden, ja, ik wil er niet meer over praten. Ze zegt dus, ze merken nu weer aan hun kinderen dat er een en ander speelt. Dus ze hebben psychische begeleiding. Dat ging een tijdje goed. Dus nu gaan ze waarschijnlijk weer mee moeten beginnen. Dus het is iets natuurlijk dat lang zal duren. En ja. We gaan beginnen. Oké, kom eraan. Hey, mensen, ik moet naar binnen. Want ze gaan beginnen met de lezing. Dus ik ga me aanmelden. Maar dit wil ik even vertellen. Ik ben straks later weer bij u terug. Ciao, ciao.